Goedemorgen, vandaag 28 augustus. Het lijkt relatief rustig in de boomgaard, maar niks is minder waar. Ik denk dat iedereen nou flink opgestart is in de oogst. En dan met name de conferentie waar iedereen in begonnen is. Ik sta hier in het perceel Elstar op de Hoge Pad. Ook dat zit er ineens aan te komen, want sinds afgelopen weekend is daar gelukkig ook de kleur opgekomen. Dus er zal toch ook binnenkort een plukronde gestart kunnen worden in de Elstar. Ja, redelijk extreem geweest in het seizoen net voor de pluk. De laatste drie weken, ik hoef het u niet te vertellen, een hittegolf die toch het nodige schade toch nog gegeven heeft. Appels die zijn natuurlijk flink verbrand. Zonnebrand, dat heeft behoorlijk schade gedaan. In de conferens, in de peren, er zat het venijn ook in de staart. Met name perenbladvlo, de laatste drie weken toch behoorlijk wat schade gedaan. En niet helemaal ongeschonden eruit gekomen op diverse percelen. Zwarte peren. Ook de spint, en dan met name de bonenspint, die al het hele jaar wat sluimerde. En dan met die temperaturen toch nog wel behoorlijk wat schade, zoals verbrande takken gegeven heeft. Voor na de pluk, dat zit er dan ook weer al aan te komen. De perenknopkever nog een keer bestrijden. Dat zal voor de laatste keer zijn met Calypso, wat mogelijk is. En voor de rest gaan we nog wat bladvoeding ingeven om de mineralen nog wat op peil te brengen. Een borium, een zink en dan met name ook nog wat ureum om de knoppen voor volgend jaar weer te versterken. Verder hadden we natuurlijk nog 25 augustus een beetje storm. En die heeft natuurlijk ook nog wat schade gegeven door het afvallen van vruchten. Maar ik vind dat relatief nogal meevalt. De meeste schade die we daarvan van hebben is toch de beschadiging op de vruchten zelf die aan de bomen blijven hangen. Dus door de schuurschade van de takken. Er zijn allemaal toch wel wat wondjes ontstaan. Ik denk dat het belangrijk is dat voor ze de kist en voor ze de cel ingaan, dat daar nog wat aan gaat gebeuren, moet gebeuren. Dat kan tot drie dagen voor de pluk met een bespuiting van Geox. En anders dan is het voordat ze de cel ingaan toch heel belangrijk dat ze een keer behandeld worden. En desnoods gaan we dan maar dompelen.